We hebben hier een klein deegje geprepareerd. Het recept vindt u op de website van AEG. En we gaan het nu nog een klein beetje gaan bewerken. Voilà, ons brood is mooi gerezen en nu gaan we eigenlijk de oven gaan omschakelen naar het bakken. Van het rezen tot het bakken in de oven. Er gaat niets boven vers gebakken brood. Smakelijk.